Op initiatief van het Skinner College, scholengemeenschap De Steeg en de gemeente Schijndel voeren de leerlingen van deze scholen gesprekken met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Doel is de jeugd te betrekken bij het echte lokale beleid. Dit keer was het thema het lokaal milieubeleid. De rest luistert. Het mest en zo wat er voor nodig is, kost ongeveer 75 gulden. Alles wat een stuk van leeft, maar dat is gewoon. Er komt misschien iets van recycled, dat kleding recycled wordt. Het zijn nieuwe groepen. Ik vind het gewoon fijn dat we weten wat er nou precies is. Onder voorzitterschap van burgemeester Scholten werd in een speciale commissievergadering niet alleen gelachen, maar ook door het Kerk van de Snede gedebatteerd over de gepresenteerde voorstellen. Uiteindelijk winnaar van het debat was het lokaal milieubeleid zelf, dat de steun en aandacht kreeg van de toekomstig verantwoordelijke generatie.